Goedenavond, welkom bij de niet zo serieuze sprookjes. Als je jong bent, worden er vaak sprookjes voorgelezen. En dan word je ouder en dan stopt dat. Vandaar deze niet zo serieuze sprookjes voor volwassenen. Vandaag met mijn kameraad Jacob van Stichel. En nog steeds live vanuit de Pomp in Hoven. We hebben een titel gekregen. Er was eens een Formule 1-piloot die dement was. Dement wil zeggen... Juist. Dat komt er wel te weten in het sprookje. Hier gaan we dan. Er was eens een Formule 1-piloot die dement was. Ja. En hij zat daar in zijn bedje. In bejaardentehuis, den tragen. Rustig na te denken over hoe schoon het vroeger allemaal wel was in zijn Formule 1-wagen. En hij zei ook tegen iedereen, ik ben vroeger Formule 1-piloot geweest. Ja, zei de Jacques naast hem, en ik een Napoleon. Ja, nee, echt, ik ben Formule 1. Ja, ik ben echt Napoleon. Niemand geloofde dat Max, want zo heette hem Max, Formule 1-piloot was geweest. Maar Max had een plan. Ik ga ontsnappen. Ik ga nog een laatste rit doen met mijn auto. En dan rij ik mezelf kapot op een hele grote muur. Een minuut later was Max dat al terug vergeten. Wat zouden we eten vanmiddag? En elke dag opnieuw bedacht Max hetzelfde plannetje en elke dag opnieuw vergat hij het. Tot op een dag hij het tegen een verpleger luidop vertelde. Ik ben ooit Formule 1-piloot geweest en ik ga straks mezelf in een auto zetten en mezelf kapot rijden. Al zei de verpleger, ik ga u helpen. Want een laatste wens, daar kun je niet nee tegen zeggen. En zo pakte de verpleger Max mee naar buiten en stak hem in een auto. En Max voelde het allemaal terugkomen. Hij nam het stuur vast. En het was alsof de nevel van de dementie die hem al de hele tijd aan het plagen was, oploste. Met een frisse wind van motivatie en kracht en besluitvaardigheid. Maar waar is mijn sleutel? Wacht, kom. En hij vond zijn sleutel toch. Want anders was het verhaaltje nu gedaan. Maar waar is mijn sleutelgat? De verpleger hielp hem om de sleutel in het sleutelgat te steken en Max duwde op de rechtse pedaal om gas te geven. Hij wist nog dat hij moest embryeren, wat eigenlijk met een Formule 1-wagen niet moest. Maar bon, hij had ook ooit een rijbewijs gehaald, dus het kwam terug. En hij zette de wagen in eerste. Map, in tweede. Map, in derde. Map. Zeg, zouden die een handrem anders afzetten? Want dat gaat niet gaan anders. En inderdaad, hij zette de handrem af en hij schoot nog harder vooruit dan dat hij ooit vooruitgeschoten was. Zo begon Max rond de kerktoren toertjes te draaien, al was het alsof hij op Francorchamps reed. En hij bleef maar rijden. Want hij dacht na elke toer, ik heb deze toer nog niet gedaan. En hij bleef maar rijden. En ondertussen begonnen er zich mensen te verzamelen. Want ja, zo'n Formule 1-auto, dat maakt wel een beetje lawaai. Dus begonnen, de apotheker kwam uit zijn winkel voor te kijken van, wat is dat hier allemaal? Ja. En de slager ook. En vroom, 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 vroom. En die naam daar van boven op dat ding, die mag ook zo... Je ziet altijd spoken meteen, ongelooflijk. En langzamerhand begon er zich een waas van smog te verzamelen over de dorpskern. En Max bleef maar rijden. En nog een toerke. En nog een toerke. En nog een toerke. Ondertussen waren nieuwsploegen al toegekomen en werd de race tegen zichzelf, want hij was nog altijd tegen zichzelf aan het rijden, wereldwijd live uitgezonden. Max, de ex-Formule 1-piloot, die nog voor een laatste keer ging rijden. En hij duwde harder en harder op zijn gaspedaal en hij ging sneller en sneller en sneller tot hij op een bepaald moment iets heel vreemds zag. Voor zich zag hij twee rode lichtjes en
steeds dichterbij kwam hij bij die rode lichtjes en hij zag een spoiler, een hele grote spoiler. En hij zag twee banden en hij besefte... Oh, godverdomme, dit is precies de achterkant van mijn auto dat ik zie. Hij was zo snel aan het rijden dat hij zichzelf begon in te halen. Dus hij ging sneller en sneller. En nog rondjes en nog rondjes. En op een bepaald moment was de snuit van zijn auto... voorbij zijn snuit van zijn auto. Dus die was eigenlijk rond heel zo snel King Max. En hij keek naar links. En hij zag zichzelf kijken naar rechts. En hij deed het enige wat je op zo'n moment mogelijkerwijs kunt doen. Hij gaf gas bij, maar op dat moment werd er op zijn schouder getikt. En hij draait naar links en daar staat een verpleger die zegt... Max, je hebt in uw pamper gekakt. Max was in zijn gedachten rond de kerk aan het rijden. Heel het rusthuis was naar hem aan het kijken, terwijl Max zijn pamper volkakte. En inderdaad, de achterkant had de voorkant ingehaald. Wat is nu de moraal van dit verhaal? Dat als je ouder wordt, het eigenlijk plezant is om dement te worden. Want zo kun je eigenlijk alles wat je ooit al hebt meegemaakt nog eens beleven. En de rest die er rond staat, vindt dat eigenlijk best wel entertainend. Slaap lekker.